Nou, beste vrienden, vandaag 30 maart, dinsdag. Het is de voorlaatste dag van deze maand in de dinsdag van het goede weekend. Wij blijven met deze wet van openbaring, van alles dat al voorgespeld was, van de genade van dit goede week. En ook van Jezus als deze dienaar, dit instrument voor onze redding en voor onze verlossing. Stellen wij onze harten open voor de Heilige Geest, dat Hij ons kan begeleiden in deze bijzondere periode in dit goede week. Dan de eerste lezen uit Jesaja 49. Hey eland, luister naar mij. Spits uw oren, verre volken. Van de moederschoot af heeft de Heer mij geroepen. Mijn naam heeft Hij al genoemd van de moederschoot af. Hij heeft van mijn mond een scherpsnijdend zwaard gemaakt en mij besuit met de schaduw van zijn hand. Hij heeft mij een spitse pijl gemaakt en mij in zijn koker geborgen. Hij heeft mij gezegd: Mijn dienaar zijt Hij, Israël, door wie ik mijn glorie ga vinden. Maar ik zei: Vruchteloos heb ik gezwoegd, mijn kracht verging in lichte en wind, maar toch behartigt de Heer mijn recht en komt mijn beloning van God. Thans echter heeft de Heer gesproken, die mij van de moederschoot af tot zijn dienaar gevormd heeft, om Jacob terug te brengen naar hem en Israël van de ondergang te redden. Ik sta bij de Heer in ere en mijn God is mijn sterkte. Hij heeft mij gezegd: Hij zijt niet alleen mijn dienaar om Jacobs stammen op te richten en de gespaarden van Israël terug te brengen. Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan. Dan wij sluiten vandaag deze derde lied van de Dina. Sinds zondag, Palmzondag, zijn wij begonnen met deze drie liederen van de Dina vanuit Jesaja. En wij zien voortdurend in deze liederen deze zekerheid. In Dina die uitverkoren werd. Jezus werd uitverkoren om zijn leven voor ons te geven. Het is een groot geschenk voor ons. En het is voor hem een uitverkiezing van liefde. Hij aanvaarde zo uitverkoren te zijn voor een lot, voor een einde. Die aan een eerste blik kan heel teleurgesteld is, maar in tegendeel, het is voor de redding. En het is wat op het einde van deze lezing gezegd wordt over deze genade van licht te brengen voor de heidenen. Dit offer van Jezus aan het kruis is voor ieder van ons, is voor alle mensen in de wereld. De kracht van Pasen bereikt alle mensen, niet alleen de christenen. Jezus is gestorven en verrezen voor ieder van ons. Het is een genade die we kunnen ook zien bevestigd in het woord van God. Daarna de Psalm 71. Ik zal uw rechtvaardigheid prezen. Tot u hier neem ik mijn toevlucht. Stel mij toch niet meer teleur. Hij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij. Luister en kom mij te hulp. Wees mij een vluchtoord en veilige plaats. Mijn rots en mijn buurt zijt hij altijd geweest. Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondes. Want hij, mijn God, hij zijt mijn wegwachting. Mijn hoop zit hij hier, sinds mijn vroegste jeugd. Vanaf de moederschoot steun ik op u. Hij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte. Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen, uw bijstand de hele dag. Van jongs af heb ik het ondervonden, en nu nog prijs ik uw daden. Het is een heel mooi psalm die voor ons een nieuw gedacht brengt. Deze rechtvaardigheid prezen.
En het is wat de Heer ook aan ons heeft. En het is de reden om God te prijzen. Deze redding van de Heer. En we kunnen al tot de goede, de vrede komen. En ook verder tot de Pasen, tot de zonde gaan. Om echt te kunnen begrijpen wat is de redding tot de goede vrede. Ik was een beetje in de war omdat ik dacht goede vrede in Portugees. In Portugees zeggen wij heilige vrede. En hier is goede vrede. En wij deze genade van de redding ontvangen wij in de goede vrede. En vanaf dan begint deze lofprijzing tot Pasen toe, wanneer alles zal verschijnen met het licht en met de genade van het nieuw leven van de Heer. Dan, we hebben redenen al om God te loven, dit geschenk van zijn redding. Daarna het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 13. In die tijd, toen Jezus met zijn leerlingen aan tafel aanlag, werd hij ontroerd en bevestigde. Voorwaar, ik zeg u, een van u zal mij overleveren. De leerlingen keken elkaar aan in het onzekere wie hij bedoelde. Een van de leerlingen, degene die door Jezus bemind werd, lag dicht tegen Jezus aan. Simon Petrus gaf hem een teken en vroeg hem, wie bedoelt hij? Toen leunde deze tegen Jezus borst en zei, hier, wie is het? Jezus antwoordde, hij is het aan wie ik het stuk brood zou geven dat ik ga indopen. Na het stuk brood te hebben ingedoopt, reikte hij het toe aan Judas Iscariot. En toen Judas dit had aangenomen, voegde Satan in hem. Jezus zei hem, wat hij te doen hebt, doe dat spoedig. Maar niemand van de aanliggenden begreep waarom hij dit tot hem zei. Omdat Judas de beurs hield, meende sommigen dat Jezus hem opdroeg. Koop wat wij voor het feest nodig hebben, of dat hij iets aan de armen moest geven. Toen hij het stuk brood had aangenomen, ging hij terstond weg. Het was nacht. Na zijn vertrek zei Jezus, nu is de mensenzoon verheerlijkt. En God is verheerlijkt in hem. Als God in hem verheerlijkt is, zal God ook hem in zichzelf verheerlijken. Ja, hij zal hem spoedig verheerlijken. Kindertjes, nog maar kort zal ik bij u zijn. Hij zult mij zoeken, en zoals ik tot de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt hij niet komen. Zo zeg ik het thans tot u. Simon Petrus zei hem, Heer, waar gaat hij naartoe? Jezus gaf hem ten antwoord, waar ik heen ga, kunt hij mij nu niet volgen, later wel. Petrus vroeg hem, Heer, waarom kan ik u niet terstond volgen? Mijn leven zou ik voor u geven. Jezus antwoordde, uw leven zult hij voor mij geven. Voorwaar, ik zeg u, nog eer de hand kraait, zult hij mij driemaal verloochend hebben. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Dat is voor ons hier in combinatie van deze korte bijkomst van de dood van Jezus met de personages die voor ons beelden zijn van onze menselijke reactie en van de gevaar die soms kunnen gebeuren bij een christelijke strijd. En wij zien hier de personage van Judas vooral. En het is interessant omdat in andere vertalingen zien wij
wat hij aan het doen is, doe dat spoedig. Hier is wat hij te doen heeft, doe dat spoedig. Maar wat Judas deed, dat is begonnen in zijn gedachten, in zijn hart. Hij, die al van plan was Jezus te verraden. En wat Jezus zei, het was gewoon, ja, als u blijft dat deze gedachten voeden, ga je tot de daad komen. Het is een historisch, ja, wij, als wij in bekoring voeden, gaan wij vallen in deze bekoring. Het is wat met Judas gebeurd is. En daarna zien wij, die kleine detail, maar die is heel belangrijk hier, is het was nacht. Nacht is verbonden met duisternis, kwaad. En geestelijk strijden tegen licht en kwaad, goed en kwaad. En op het einde zien wij dat ondanks deze toekomstige uitdaging die komt, Jezus blijft voortdurend zeggen, ik zal verheerlijkt worden. Dat is helemaal anders. Hein? Hij gaat sterven het kruis, hij gaat zeggen, ik ga verheerlijkt worden. Dat klopt toch niet? Maar de verheerlijken is de wil van God te doen. Als hij de wil van God doet, dan is zijn hart gerust. Omdat ook als het lijden is, als het pijn is, dan zou hij de genade van Christus ook kunnen ontvangen. Van God en van zijn vader. En wij ook kunnen dit voorbeeld voor ons hebben. Deze genade die wij kunnen ontvangen, het lijden, kunnen wij alleen maar met de hulp van God. En hij gaat deze week voor ons, om ons te helpen, te kunnen volgen, te kunnen gewoon gaan, soms zonder te begrijpen, dat hij ons kan helpen. En ook begeleiden in deze weg. En in verschillende momenten wanneer wij het kruis moeten dragen en niet goed begrijpen waarom en hoe. En zo verder. Vragen wij deze genade ook aan de Maagd Maria. En ook voor alle mensen die lijden in de wereld. En die Christus nog niet hebben mogen leren kennen. Wees je groet Maria. Vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods. Bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u wel en God zegen u.